Ik ben in Wuurt bij Mercedes-Benz. Ik zie allemaal een beetje top secret. Ik heb allemaal stickertjes op mijn telefoon, dus ik mag helemaal niks filmen. Maar gelukkig heb ik hier een paar Duitse cameramannen gevonden die mij dus helpen met deze video. Je ziet hem al achter mij. Het is de eActros 600. Toen ik die voor het eerst zag, ik vond het eigenlijk gewoon, ja, lelijk. Ik vond hem niet mooi. Ik vond het gewoon niks. Maar nu zie ik hem hier voor het eerst. En ik moet zeggen, ik vind hem steeds mooier worden. Ja, ik weet niet waarom, maar het ziet er gewoon wel heel stoer uit. Ik vind de bumper mooi. Kijk, die grill is wat leeg, ben ik met je eens. Dat vind jij natuurlijk. Je vindt hem kaal en een lelijke grill, een wasmachine. Ik heb al die reacties wel gezien overal. Maar het is best wel stoer. En ik denk eigenlijk, als je hem straks in bedrijfskleuren ziet, dat het echt wel wat moois kan worden. Ik neem je even mee. Ik doe de grill open. Ja, en wat je dan eigenlijk ziet, de body in white van de cabine, die is dus eigenlijk gewoon, het is gewoon een oude Actros. En dat kan je dus onder meer zien. Je kijkt er eigenlijk helemaal doorheen. Dus er is echt ruimte voor de dieselmotor. En dan neem ik je dus meteen mee naar die dieseltruc. Kijk, dit is dus de Actros L. Dezelfde cabine als de eActros, maar dit is dus de dieseluitvoering. Dus dit is eigenlijk het grote nieuws van vandaag. Dit is de opvolger van de Actros L zoals we die kennen. Maar dan dus met een dieselmotor. En ik neem je even mee. Kijk. Gewoon een oude en vertrouwde dieseltank. Wel heel bijzonder is, ik zie hier dus wielcovers. Daar vind je ongetwijfeld ook wat van. Vind ik ook wat van. Maar dat is allemaal, het draait allemaal om aerodynamica. Waar ze met de Electric zijn begonnen bij aerodynamica, hebben ze dat eigenlijk doorgevoerd in de dieselversie. Ja, dus die moet ook zo aerodynamisch mogelijk zijn om zoveel mogelijk brandstof te besparen. En eigenlijk kan je wel stellen dat deze nieuwe Actros L, die moet wel zo'n 7 tot 8% zuiniger zijn dan de huidige generatie. Nou, dat gaan we allemaal volgend jaar in onze praktijktest ervaren. Ze worden, volgens mij uit mijn hoofd, gaan ze eind van dit jaar in productie. Gebeurt overigens hier in Wuurt op één lijn. Dus de diesel en de electric gaan door elkaar heen en die rollen van de band af. Maar ik kan niet wachten om ermee te gaan rijden. Wil je nou meer zien over deze Actros L? Neem dan even een kijkje op trucsar.nl. Daar vind je het wel.